Nu we het dak groen hebben gemaakt, is het uiteraard ook tijd om het grasveld nog een stukje groener te maken. Ja, het is dus heel erg belangrijk om eens in de zoveel tijd je grasveld te bemesten. Ja, wat we wel vaker zien is dat tegenwoordig een robotmaaier op het grasveld staat of een mulligmachine. Deze machines die doen hetzelfde. Ze maaien het gras en wat er afvalt, dat valt weer tussen het gras in. En dat is een mooie voedingsbodem. Maar als dat net even te veel is, dan kan er een viltlaag in je grasveld ontstaan. En dat kan hem verstikken. Daarvoor ben ik nu met een meststof bezig die vol met bacteriën zit. En de overtollige maairesten die er in het grasveld zitten, die worden door de bacteriën opgenomen. Hij is helemaal verrijkt met magnesium en ijzer voor een mooi groen donker grasveld. Ja, en mos krijgt op die manier bijna geen kans.